Zo, nou Arno, ik had eigenlijk verwacht dat jij even bier ging halen. Nou, ik vind het nou al gezellig. Ja. Het is nou alweer gezellig. Hey, fijn jongens, hey, die open dag. Wie waren erbij? Ik was erbij, Mike? Ik was er ook bij. Ja, Arno, jij was in gedachten. Jij was in gedachten bij ons. Ja. Nee, ik de open dag. Wat hadden we verwacht? Hetzelfde als vorig jaar. Die vraag kreeg ik namelijk afgelopen zondag toen ik te gast was bij 076 Radio. Want die waren dus ook onderdeel van de open dag. Die mochten daar ook een plekje innemen. En ik zeg van ja, met alle... Ik wil het heel positief proberen te maken. Maar dit is eigenlijk niks verrassend, zeg maar. Ik had eigenlijk... Ja, het is weer precies hetzelfde als vorig jaar. Ik snap niet waarom dat mensen elke keer weer een rondleiding willen doen. Want het stadion is nog steeds hetzelfde als vorig jaar. En het is steeds weer dezelfde clubjes en groepjes en merchandise en sponsors die elkaar zich aan de supporters willen voorstellen. Maar weinig verrassends. Ja. Ja. Dus, ja, het is ook vooral kinderen. Ik heb er heel veel mensen over gehad eigenlijk. Ik heb er bij de Loco stand en natuurlijk bij de Draadstand gestaan. Ja. Maar heel veel mensen die ik eigenlijk zag, ja, ik dacht van... Ja. Ken je helemaal niet. Ja. Ja, en ook voor, ja, het is natuurlijk zo'n dag ook voor kinderen. En het is allemaal goed om... Je vergeet natuurlijk niet, ondanks dat het ons allemaal niet zoveel interesseert. Er hoeft maar één kleine mannenhartje daar zo... van een jongenshartje hoeft daar te gaan kloppen. En daar doe je het voor, hè? Daar doe je het voor, hè? Ja. Dat moet voor die kleintjes moet daar gewoon... die moeten daar een beetje gevoel bij de club krijgen. En dat je het allemaal voor de ouderen allemaal niet meer zo interesseert, ja... Snap ik ergens wel. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Dat is ook allemaal marketing, hè? Ik bedoel, het moet allemaal vroeg beginnen. Ja. En soms vinden ouders het toch nog niet helemaal chill om op een 4 jaar de kind al mee op de bierset te nemen waar bier gedronken wordt en kutgroepen en roken en schelden en weet ik het allemaal. Ja. En dan is zo'n open dag natuurlijk hartstikke mooi om te laten zien wat NAC nou allemaal is, waar papa elke 2 weken strontwater op zijn thuis komt. Ja, dat klopt. Ja, precies. Dat is wel een beetje de ja, dat is letterlijk wat je ziet, hoor. Nou, hier is papa elke 2 weken. Ja, hier. En daar haalt hij dan bier. Hier ga jij straks ook bier halen voor papa. Ja, ja. Maar dan moeten we wel even wachten. Maar komt er weer aan. Nee, ja, maar ik denk inderdaad, het is gewoon... Het is iets wat je zegt, ja, dat was dus het grappige. Ik heb met heel veel mensen die vraag besproken van ja, wat is nou leuk aan en wat is er veranderd en wat is dingen. Maar ja, uiteindelijk komt er toch weer zo'n slordige 7.500 tot 10.000 man op af. Dus ja, dan kun je zeggen van ja, maar als dat elk jaar weer is, dan kun je ook gewoon zeggen van ja, dan moet je het ook gewoon blijven doen. Want er zijn mensen voor en er zijn mensen voor die het leuk vinden, dus dan moet je dat gewoon doen. Het is iets noodzakelijks en het heeft absoluut zijn voordelen. Maar het voelde deze keer een beetje als mosterd na de maaltijd. Hè? We hebben net Vitesse achter de rug en een dag daarna, ja, we hebben heel dat team kennen we zo'n beetje al natuurlijk. Hè? Een beetje moest het naar de maaltijd. Beetje laat misschien. Ja, ja. Ja. Maar ja, dan NAC zat natuurlijk, viel natuurlijk ook niet mee. NAC zat ook een beetje in de klem met alle datums, met Euro 2000. Ja, en het stadion was bezet. En we wisten pas in het laatste stadium welke divisie we gingen acteren. Dan is het lastig om iets aan te binden. En een heel belangrijke factor, denk ik, de grootste factor, denk ik, is natuurlijk het geld. Hè. Het mag helemaal niks kosten natuurlijk. Ja, dan denk ik dat het wel meevalt, hoor. Ja? Ja. Ja, het is een heel beperkt budgetje. Ja, het is allemaal heel beperkt, maar ik denk toch dat... er worden nu ook de transfersom betaald en de commerciële begrotingen worden aan de ene en aan de andere kant worden ze gehaald. Er worden meer seizoenskaarten verkocht. Als je ziet waar ze de autocommunicaten hebben verstuurd. Nou ja, ik weet niet of dat een gesponsorde envelop is, maar daar zitten 3 inktpatronen in per envelop. Ja. Dus nee, ik denk het allemaal wel. Nee, daarom. Ze hebben het gedaan met de riemen die ze hebben. En we hebben de mensen die er waren, zeg maar, hebben met geliepen.